Hé, maar doen jullie dit nou altijd? Wat? Ja, wat? Gewoon er zo'n raar programma van maken. Zoals Hollands Next Topchirurg. Ja, ja, precies dat. Ik dacht altijd dat het buitenin een soort super serieus programma over de natuur was. We zijn heel serieus, toch? Nou, dat vind ik niet, hoor. Soms zijn we heel serieus. Soms heel grappig. Soms een beetje er tussenin. Maar we zijn altijd nieuwsgierig. Welkom terug bij Hollands Next Topchirurg. Sascha. Daar zijn we. Je hebt al laten zien dat je heel goed kan hechten. En dat je goed in de weer kan met die haakjes. Maar Sascha, ben je nu klaar om midden in een echte operatie... Nee, dit is geen speelgoed. Dat was zijn idee. Zijn idee. Ik val alleen maar in. Ik heb geen idee. Maar het is voor een programma en ik wil gewoon heel graag laten zien hoe, hoe het in de operatiekamer eruit ziet. Ja, dat is goed. Oh, maar waar gebruiken jullie dit eigenlijk voor? Ja, met die bril op kom je in de operatiekamer. En het is voor studenten en artsen die net beginnen vaak heel spannend om voor het eerst de operatiekamer binnen te gaan. Want er werken heel veel mensen, er gebeurt ontzettend veel. Dus met die bril op kun je vast rondkijken en je kunt ook precies kijken hoe de chirurg opereert. Cool, alvast een beetje oefenen dus. Eigenlijk wel. Mag ik het eens proberen? Ja, zeker. Wow, dit is cool, hè? Wat zie je allemaal? Ik zie chirurgen, ik zie patiënt. Ik ben gewoon echt in de operatiekamer nu. Neem het goed in je op, hoor. Heel goed in je opnemen. Maar waarom is het allemaal groen? Ja, dan kunnen ze alles veel beter zien. Oh, oké. Ik ruik biefstuk. Wat ruik je? Biefstuk. Ongelooflijk. Biefstuk? Nou, bizar. Het voelde zo echt, het zag er zo echt uit, dat het een soort... Ja, echte herinnering is geworden, zeg maar. Dat is nou precies wat we ermee willen. Ja? Dus dat je er al een keer bent geweest en dat je je veel beter kan voorbereiden... doordat je alles al een keer hebt gezien. En wat voor technieken ontwikkelen jullie hier nog meer? Nou, we hebben ook hologrammen. En daarmee heb je eigenlijk een beeld in de lucht. En dan hoef je niet meer uit het boek te leren van plaatjes die je eigenlijk plat ziet. Maar je kan er dan omheen lopen. En dan kun je alle spieren en gewrichten en aderen heel goed zien. Cool. Dit is gewoon Iron Man. Kunnen wij dit, wij willen dit zien. Kan dat? Dat is prima. Cool. Wat vet. Oh, dit is echt cool. Hè? Ik zie gewoon een been. Dus ik zet die bril op. Hangt er ineens zo'n been voor mijn neus? Er hangt gewoon een been in de kamer. Ik ga even limbo dansen. Ja, die gek. Die gaat er gewoon onderdoor limbo dansen. Limbo. Dit is cool, hé? Oké, maar Marlies, dit is heel erg vet en zo, maar waar gebruik je dit voor? Ja, dit is eigenlijk een nieuwe manier van leren. Zo, dit is cool, hé? Je kan gewoon, als je de spieren niet wil zien, kan je de spieren zo uitzetten. En dan zie je de spieren niet meer. De botten kan je ook uitzetten. Zo kan je dus het hele been ontleden, hé? Zo kan je stap voor stap alles leren kennen. Super cool. Maar zo ziet jouw been dus ook uit, hè, van binnen zoals? Ja! Nou ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit zo gezien. Je hebt hem nog nooit gezien? Nee. Opereren is toch je hobby? Dan moet je het toch weten? Ja. Eigenlijk wel. Maar kun je dit ook al, zeg maar, in het echt gewoon in de operatiekamer gebruiken of zo? Nou, we gebruiken het nu vooral voor studenten, zodat ze goed leren hoe het been eruit ziet. Maar we willen het ook wel in de operatiekamer gaan gebruiken, want dan kunnen chirurgen zich goed voorbereiden op de operatie. Oh, dit is zo gaaf. Als je chirurg wordt, dan mag je gewoon met hologrammen en dan mag je games spelen en joysticks. Super vet. Ik wil echt chirurg worden. Ik wil het echt. Wacht. We moeten door. We moeten door. Wat? Heel erg bedankt, Marlies. We gaan. Succes. Dank je wel. Kip, we gaan heen. Kip, we gaan heen. Wat is dit? Wat is dit? Dit is een gruwelijke operatierobot. Operatierobot? Ja, heb jij zin in een kopje thee? Thee? Wat zeg je nou weer? Gewoon een kopje thee. Of je een kopje thee wil. Ja, is goed. Hé, hey Sascha, wil je misschien wat suiker in je thee? Ja, is goed. Wat? No way! Man, zet even een slokje, Sascha. Wat? Lekker kopje thee. Ja. Onbeleefd om het af te wijzen. Hoe smaakt die? Ja, heerlijk. Maar
bedoel, dit lijkt me wel echt de duurste waterkoker ever made. Gewoon. Ik bedoel, wat kost dit ding? Je bedoelt de robot. Ja, de robot, ja. 1,7 miljoen. 1,7 miljoen? 1,7 miljoen. Maar, okay. Maar met een robot van 1,7 miljoen doe je dan wat meer dan alleen thee zetten, toch? Tuurlijk. We doen daar ontzettend ingewikkelde operaties mee. Hè, die we vroeger met een grote snee in de buik deden. Die doen we nu via een aantal kleine kijkgaatjes. En daarvoor gebruiken we de robot. Maar dan zit je dus daar. Precies. En de patiënt ligt hier. Inderdaad. Dat is best ver. Nou, als je wil, dan kan je de patiënt aan de andere kant van de wereld leggen. Hè? En kun je de operatie uitvoeren op zo'n lange afstand. Aan de andere kant van de... Ja, oké. Maar ik vind het een beetje spannend worden allemaal. Gewoon het idee dat zo'n robot dat doet. Ik zou dan liever hebben dat jij me opereert. Gewoon met de hand. Ja. Dat een robot dat doet. Want stel, hè. Je niest, je schiet uit met je joystick en je schiet gewoon een hele buik over. Dat idee vind ik wel gevaarlijk. Niet voor niks zo'n duur apparaat van 1,7 miljoen. Het is preciezer. Hè? Alles wordt 10 keer vergroot. We hebben instrumenten met welke we veel preciezer kunnen werken in kleinere ruimtes en op moeilijk bereikbare plaatsen. Dan is het nu tijd voor... De finale van Holland's Next Top Chirurg. Gaat het onze kandidaat lukken om met deze vlijmscherpe precieze operatierobot een operatie uit te voeren? Moet ik dat doen? Dat mag jij zeker doen. De spanning is om te snijden. De patiënt ligt klaar. Sosha, gaat u maar. Okay. Wanneer jij klaar bent, Sosha? Ik ben klaar. En de tijd gaat in. Je hebt 2 minuten. Oké. Okay. Ja, een beetje meer naar links. Ja, voorzichtig. Sosha, je hebt nog 1 minuut. Nog 1 minuut op de klok. Ja, voorzichtig nu. Gaat het Sosha lukken? Wordt zij Holland's Next Top Chirurg? We gaan het zien. Laat ze ingaan. Laat ze object. Oh, dat was het is gelukt! Het is gelukt! We hebben Holland's Next Top Chirurg gevonden! Het heet Sosha! Sosha! Laat confetti aan de champagne poppen! Confetti! Nee, geen confetti hier. Nee, geen confetti, gewoon feest! High five! Nog een high five! Oh, dit was het? Ja, de aflevering is afgelopen. Oh, oké. Okay, nou dan, ja, tot de volgende keer dan maar.